Welkom terug. Al die mooie, goede of gezonde voornemens voor 2016. Ik wil u natuurlijk niet ontmoedigen, maar vaak sneuvelen ze al na een paar dagen. Het schijnt echt zo snel te gebeuren. Nou, ga even een rondje maken. Hier resten van Diepen. Ook goede voornemens gemaakt? Zeker. Ja. Noem maar eens één. Ik ben wel van de goede voornemens. Maar noem maar eens één. Ontspanning is voor mij een hele belangrijke. Ontspanning? Naast het harde werken en sport en gezonde voeding. Dat is voor mij de basis, dus dat zit al heel goed. Ja. Bij mij zit hem vooral in de ontspanning. Dus meer ontspanning gaan zoeken. Ja. Komend jaar. Bram Bakker. Minder mopperen, klagen en steunen. Maar je bent toch niet zo'n mopper aan, of wel? Nou, ik kan me over heel veel dingen ernstig opwinden. En dat is eigenlijk verspilde energie. Daar kom ik steeds meer achter en ik word oud. Dus ik moet mijn energie positieve dingen besteden. Nou, wat fijn. Wat jammer voor de discussietafels. Maar dat merken we komend jaar dan wel. En Martijn Catan, we hebben over afgesproken elkaar te tutoyeren hier. Ja. Ook hoogleraar Catan, dat doen we dan gewoon. Dat kan niet anders. Maar wat is het goede voornemen? Nou, eentje die wel zou lukken. Ik ga weer spinnen, hè, dus heel hard op zo'n fietsje in de sportschool. Ik moet alleen een sportschool vinden waar het geluid niet zo vreselijk hard staat, want dan gaan mijn oren van tuiten. En een moeilijker is minder afspraken en meer tijd om op een terrasje te zitten met de Frankfurter Allgemeine en een espresso. Met de Frankfurter Allgemeine, nou, kijk, ik zou met de Donald Duck, maar ja, ieder zijn eigen voorkeur. De Donald Duck lees ik ook wel eens, ben een kleinzoon, maar... Ja. Maar dat betekent wel, als je dat wil, dat betekent dus, dat is nogal belangrijk, zeg gewoon nee tegen mensen. Ja, dat... Maar vind je dat moeilijk? Ja, vind ik moeilijk, ja. Ik heb gewoon vaste teksten voor uitnodigingen, maar ik voel me toch schuldig als ik nee zeg. Dan denk ik, ze hebben me nodig en ze willen dat ik iets doe en dat is heel nuttig. Dus dat kost even. Nou, we hebben gelukkig een psychiater aan tafel die weet, hoe doe je dat? Gewoon als je dat lastig vindt, als je die drempel over moet, dat is eigenlijk niet leuk. Ik vind het ook lastig, maar je doet het natuurlijk... toch stiekem omdat het je ook een goed gevoel geeft en omdat het zinvol is. Dus het is altijd makkelijker om nee te zeggen tegen iets wat jou ook zelf niks oplevert of waarvan je zelf ook wel voelt van dit moet ik niet doen, dan de verleiding weerstaan. Ik ken het probleem. Ja, dit is een aardige man die me dit vraagt. En ik heb op deze vraag heb ik inderdaad wel een antwoord. Dus laat ik het nou maar doen. Ja, nou, geweldig. Dat is toch prettig om te weten. Nou, denk je alleen, en dat is het gekke, altijd... of het gekke, dat zijn we zo gewend, begin van het jaar. Net als nu, 2016 begint, dus maken we nu goede voornemens. Waarom eigenlijk? Is het verstandig om dat bij het begin van het jaar te doen, in januari? Nou, veel gebeurt het, maar eigenlijk zou het niet uitmaken welk moment het zou moeten. Want ik denk ook door het jaar heen is het gewoon heel goed om plannen te maken. En doelen te stellen. Dus dat het begin van het jaar, dan kun je het ook heerlijk evalueren met vrienden, met familie. Dus dat gebeurt veel. Maar ik merk juist wel ook om me heen dat ze zeggen, joh, ja, goede voornemens, we halen het toch niet. Dus ik begin er niet eens meer aan. En ik denk juist dat het wel heel goed is om een moment te pakken in het jaar. En dat hoeft echt niet januari te zijn. Maar wel even stil te staan. Te reflecteren en te kijken, joh, waar wil je heen en wat wil je... voor doelen stellen. Volgens mij is het nog erg. Ik denk dat 1 januari een heel slecht moment is. Ja. Ik denk dat het beste moment, dat valt je toe. Dus jij rookt en iemand die jou heel dierbaar is gaat dood aan longkanker. Dat is het moment om te stoppen met roken. Dat is niet 1 januari. 1 januari is een moment dat iedereen loopt te roken en te drinken en veel te veel te eten. En dan moet je op dat moment gaan voornemen om dat allemaal niet te doen. Nou, de meeste goede voornemens zijn in de nieuwjaarsnacht al mislukt. Want je staat dronken een sigaar te roken omdat je je vuurwerk wil aansteken. Ja. Het is slecht. Nee, dat is een goed voorbeeld inderdaad. Want zo gaat het. Ik zie meneer Catan dat niet zo snel doen. Maar toch tenminste, als dit voorbeeld nou, niet voor... ik heb ooit nog wel eens een sigaar gerookt. Maar vuurwerk heb ik dit jaar inderdaad voor het eerst niet afgestoken. Maar ja, die goede voornemens. Het is niet zo gek dat er een vast punt is waarvan iedereen zegt... hè, nieuw jaar en zo. In de praktijk is het natuurlijk moeilijk. Nou ja, en vooral, we houden ons er niet aan. Kijk, dat is belangrijk. Dat kan ik hier wel weer roepen. Wij zeggen dat, maar dan wil je toch graag cijfers daarbij hebben. Die hebben we gelukkig, want ING komt elk jaar met cijfers. Laten we even kijken wat ze gezegd hebben. Kijk, dit. Verwacht u om het allemaal vol te houden, die goede voornemens? En dan even snel opgeteld, zo rond de 83% die denkt... nou, uiteindelijk gaat het mij wel lukken. Heel veel mensen hebben dat idee van zichzelf. Ja. Dat is het idee, onszelf beeld. Dat is mooi, positief denken. Ja. Ja. Geweldig. Maar ja, het is niet voor niks dat je je voorneemt. Dat was kennelijk iets wat niet lukte. Dus dat moet via een voornemen nou wel lukken. Nou, zeker met eten is dat heel moeilijk. Zullen we eens kijken of het gelukt is? Want dat blijkt uit hetzelfde onderzoek. Wat blijkt dan na een jaar... Verwacht u, ja, en inderdaad, 83 jaar, we denken het vol te houden. Maar wat is er van gebeurd? Het is er van gekomen. Heb je het volgehouden in dat jaar? Nou, dat is echt 70% heeft het volgehouden. 1 op de 6. Ja. Ja.
En dat is nog geflatteerd natuurlijk. Dat is nog geflatteerd, ja, ook dat. Maar hoe concreet worden de goede voornemens gemaakt? Want vaak wordt natuurlijk wel geroepen, gezond eten, meer sporten. Maar ik denk dat de volgende stap ook zou moeten zijn van hoe ga je het dan ook echt concreet invullen? En waarom ga je het eigenlijk doen? Weet je, het goede voornemen wat je hebt, wat is de motivatie erachter? Wat moet het je opleveren? En dat je er eigenlijk de volstap maakt van ja, heel concreet. Van oké, je gaat sporten, maar ga je daar dan een vaste avond, een vast moment voor creëren? Heb je daar al, wat ga je precies doen? Het was eens in de week en nu wordt het twee keer in de week. Ja, en dat je het wel heel concreet maakt. Ik denk dat dan de kans van slagen al veel groter wordt. Ja, en hoe moeilijk maak je het, hè? Als je zegt, ik ga het komend klein jaar houden. Ik ga het komend jaar 10 kilo afvallen en dat hou ik zo. Ja. Dat is in een omgeving die aan alle kanten eten op je afstuurt en waarin het heel moeilijk is om niet met de auto te gaan, is dat heel moeilijk. Je kan je wel voornemen bijvoorbeeld om een ander soort zout te kopen waar minder natrium in zit, wat slecht voor je is, en meer kalium. Dat zijn van die stapjes die kan je nemen, dat kan lukken. En misschien kun je jezelf aanwennen om wat minder te drinken. Ik bedoel, wat minder alcohol, hè? Dat adviseert de Gezondheidsraad. Drink thee. Nou, misschien, hè, beginnend met één kopje per dag. Ja, maar één kopje per dag, dat betekent dus geen alcohol. Je mag je dus nergens meer aan te buiten gaan. Ik bedoel, doe je dat zelf wel eens, nog alcohol drinken of niet? Ik drink iedere dag. Nou, moet je kijken. Maar één glaasje. Dat mag nog net. Ik werk in de verslavingszorg. Nou, kijk eens aan. We weten uit onderzoek dat mensen die zich aanmelden voor een behandeling van een alcoholprobleem, wat denk je, die willen dus echt stoppen met drinken, hoeveel procent het na een jaar nog steeds niet doet? Dus 10%. Ja. Inclusief behandelingen. Dus van die 10% had 5 of 6% het misschien op eigen wilskracht gered. Een paar procent heeft iets aan de hulpverlening. De overgrote meerderheid redt het niet. Dat is ongeveer hetzelfde als het aantal wat erin slaagt, niet om af te vallen, maar om afgevallen te blijven. Ja, precies. Ja. Kijk, 5 kilo afvallen kunnen heel veel mensen, maar afgevallen blijven is ook een procent of 10. Ja. Maar het was voor de heroïne, was het toch beter dan 10%? Of is dat de begeleiding beter? Nee, maar heroïne is makkelijker af te kicken, omdat, dat weet jij ook wel, de cues richting de heroïne, die zijn minder alomtegenwoordig dan de cues richting koolhydraten. En, het is de omgeving. Tuurlijk. Ja. Je krijgt aan alle kanten drank aangeboden. Ja. En als je dan alcoholicus bent, is het heel moeilijk. Heineken maakt reclame om gedoseerd te drinken. Nou, er is voor alcoholist niets waar je zoveel dorst van krijgt als die reclame. Oh, die voelen nattigheid. Ja, precies. Kijk eens, ons bewustzijn. Ondertussen zijn ze lekker het merk aan het promoten. Dat is heel geraffineerd. Ja. Maar het geldt in ieder geval voor de voeding. Geldt het. Het is gewoon je omgeving die het bepaalt. Als je wilt. Nou, ook op sportgebied. Ik denk op het moment dat je de omgeving hebt waar al heel veel met sport gebeurt, dat je ook zelf de stap makkelijker neemt. Ja. Als je een clubje in de wijk hebt die zegt van ga je ook mee op zaterdagochtend lopen, dan is het makkelijk. Clubjes helpen, clubjes. Dus doe het niet alleen, maar zoek mensen die hetzelfde ambitie hebben. Dan kan je elkaar steunen. En ik denk ook wel delen, op het moment dat je goede voornemens hebt, dat je het ook deelt met je omgeving. Joh, wat ben je van plan en hoe ga je het organiseren? Dat je ook wel aangehouden wordt en dat je omgeving daarbij helpt. Naming en shaming en dan uitlokken. Het niet. Ik vind het ook een beetje lastig, want dan ben je een mom en balance. Je hebt er ook nog een boek over geschreven. Dan zit je in zo'n omgeving en dan doe je alles. Je hebt gewoon 4 kinderen en dan je werkt fulltime. Dan doe je ook nog heel veel aan sport en alles gaat goed. En je hebt er genoeg ontspanning en je blijft lachen, dus alles goed. Dat is zwaar frustrerend voor mensen die denken, maar wacht, dat kan toch niet waar zijn. Ik probeer dat ook en mij lukt dat niet. Hoe komt dat dan? Ben je dan een supervrouw en anderen niet? Hoe zit het dan? Nou, wat ik dus al jaren doe, en daarom heb ik ook het boek inderdaad geschreven, The Best Project to Work On, ben je wel jezelf. Het begint natuurlijk wel echt bij het zorgen aan jezelf. En dat je vrouwen die zorgen veel meer vaak om hun omgeving en dan pas voor zichzelf. En ik heb toch wel echt geleerd dat ik zeg, weet je, het is zo belangrijk dat je zelf lekker in je vel zit en dat die basis goed is. En dan kun je ook veel meer plannen maken, kun je ook veel meer bereiken. Dus ik denk dat daar nog echt heel veel winst te behalen valt. Als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn eigen redactie met veel werkende jonge moeders en die moeten hard werken en het programma voorbereiden. Morgenochtend weer bam, voor de volgende dag, de hele week. En ondertussen ook sporten natuurlijk, geen alcohol, noem maar op. En dan ook nog kinderen. Hoe kan dat? Ja, dat is ook echt wel keuzes maken en het ook heel klein beginnen. Van waar kun je al kleine stapjes maken? Wat jij net Eén ding aangaf. Tegelijk? Of is dat, Eén is dat ding niet tegelijk. Wat bijna, dat het menselijk brein zo in elkaar zit? Eén ding tegelijk? Het gaat natuurlijk mis, omdat als je dan Esther van Diepen als voorbeeld neemt, dan moet je dus 5 of 6 dingen anders doen. Ja. Dat is veel te veel tegelijk. Ja. Dus je moet 1 dingetje kiezen. Ja. Hou dat eens even 3 maanden vol. En denk dan over iets nieuws na. Want voor je gedrag een beetje automatisch gaat doen, absoluut. Dat duurt al 3 maanden. Kijk, en die plannen die ik maak, dat doe ik natuurlijk al jaren. Dus het is natuurlijk een opbouw
van jaren geweest dat ik hier nu sta en dat je zegt, joh, je hebt de energie om en inderdaad fulltime te werken en een gezin te runnen. En beide vind je heel belangrijk, dus daar wil je ook alle aandacht aan geven. Maar dat is wel ook werken aan jezelf. Continu door blijven ontwikkelen en wel die plannen maken. Maar je moet wel weten waar je moet spiegelen. Want het gaat natuurlijk, als het aan deze tafel ook, gaat het over gezondheid. Dus ook over gezonde voeding. Dan heb je die nationale richtlijn. We hebben daar hier aan deze tafel ook over gesproken een paar maanden geleden. En dan denk je, ja, dat is een groep deskundige mensen. Maar daar heb je geloof ik ook kritiek op deze groep. Dat ik dan zou denken, ja, als je je ergens aan moet vasthouden, misschien aan wat zij zeggen. Ja, en ze hebben een aantal hele goede dingen gezegd. Ik begin weer over de alcohol, want als je nou praat over voedingsproblemen, is dat in Nederland toch een serieus probleem. Daar zijn ze nu heel duidelijk over. Volkoren brood, meer vezel, minder roomboter. Maar er zijn wel een paar dingen waar ik toch dacht van... Dus, nou, wat dan? Bijvoorbeeld, kijk, ze zeggen, en dat is wetenschappelijk goed onderbouwd, je moet minder harde vetten eten, harde dierlijke vetten. Ja, vandaar, die roomboter moet je inruilen voor een fles met olie of zachte margarine. Het vet uit de volle melk, nou, dat zou dan weer wel goed zijn, of in ieder geval niet slecht. Dat, als biochemicus wil dat er bij mij niet in. Het gaat allemaal je mond in en je maag die weet niet of die melk nou gescheiden is in magere melk en roomboter, of dat je hem in zijn geheel opdrinkt. Dus daar waren wij het niet helemaal over eens. Ja, maar dan ben je nog biochemicus en dan kun je op die manier vanuit die kennis ook de discussie aangaan. Maar hoe weten wij het dan? Hoe zouden wij dat moeten weten? Want dan ben je psychiater en dan weet je veel van verslavingen, maar ja, als het over gezond eten gaat. Weet je wat echt het probleem is? Dat mensen niet meer de tijd nemen om te koken en nog veel erger, dat ze niet de tijd nemen om het rustig op te eten. Want er is gewoon onderzoek dat als je twee keer zo lang zou kauwen, dan kan je met weet ik hoeveel minder toe. Omdat namelijk het verzadigingssignaal, dat duurt even voordat het afgaat. En de meeste mensen zitten al ver over hun limiet te eten, voordat ze denken, ik zit vol. Dus die eten zich overvol. Gewoon haast is dat. Dat is gewoon haast. Ja, ik dus check het toch eventjes hier. Is het waar wat ik zeg? Ik weet het niet. Nee, je moet oppassen dat je de mensen om je heen niet aanziet voor de hele werkelijkheid. Want in Breda en in Appingedam en in Den Helder gaat het in veel opzichten toch net zoals 30 jaar geleden. Dus je moet niet te gauw denken dat wat er in Hilversum gebeurt, dat hetzelfde is in de rest van de wereld. Trouwens, interessant, is in Hilversum de norm nu minder alcohol, hoorde ik dat goed? Nou ja, dat weet ik niet of dat zo in heel Hilversum geldt, maar dat zou heel goed kunnen. Ja, dat is toch sowieso de norm. Ik zei hier aan deze tafel toen, het ging over de nationale richtlijnen, werd dat wel geroepen. Ja, maar ik weet niet hoe ver dat gaat. Maar mensen zijn gestrest, maar ik denk dat ze dat altijd al waren. Wat ik zorgelijk vind, is de hypes, waardoor mensen op een gegeven moment echt geen flauw idee meer hebben wat goed is of wat slecht is. Daarom, ik ben er een boekje over aan het schrijven, over alle mythes. En dan kom je allerlei rare dingen tegen. Iedere keer is er een nieuwe voedingsgoeroe. En daar lopen mensen dan achteraan, omdat ze dat niet beter weten. Ze zijn van allerlei dingen vreselijk bang. Ik weet niet of jij dat hebt meegemaakt. Jij maakt veel zwangere vrouwen mee. Die zijn als de dood voor van alles en nog wat dat kind zou kunnen beschadigen. Terwijl het gaat om kansen van 1 op de miljoen. Ja. Dat merk je toch absoluut, ook? Absoluut. Ja. Ja, en wij kijken juist van, joh, wat is er allemaal wel mogelijk? Wat je zegt, die angst is er absoluut. Ja. Ik zeg, joh, er is nog zoveel wat je wel kunt. En juist daar helemaal geen aandacht aan besteden. Want je zegt, daar komt ook echt de aandacht op. Ja. Ja. Maar ja, kijk, zelf gaan koken. Je hebt het al zo druk en dan in balans blijven. En nou, dan krijg je dat advies. Ga lekker zelf koken. Neem daar rustig de tijd voor. Neem ook rustig de tijd om het op te eten. Kom je er allemaal aan toe? Niet altijd natuurlijk. Nee. Maar wel, ik zeg, je focus bijvoorbeeld afgelopen jaar, weet je, het ontbijt alleen al. Dat je gewoon 3 maanden lang alleen maar focust op je ontbijt. Ja. Je zegt, joh, ik wil daar wat variatie in, ik wil daar de tijd voor nemen. En dat je niet de hele dag, maar alleen maar even focust op het ontbijt. En dat is heel leuk, want dan ga je ook kijken, joh, wat zijn dan de variaties? Hoe ga ik eigenlijk ontbijten? Want dat was bij mij ook altijd heel snel. En dat begrijp ik, dat je gewoon, dat komt weer terug op één ding tegelijk. Dat kunnen we allemaal aan, dat kan ons brein aan. Ja. Maar dan ga je één ding doen en dan probeer je dat ook vol te houden. Dat is dan de volgende stap. En dan probeer je dat 6 maanden vol te houden, dan 1 jaar vol te houden. Hoe doe je dat? Hoe gaat die knop om? Want dat zeggen we er altijd tegen elkaar. Op discipline ga je het niet redden. Dus je moet gedrag automatiseren. Ja. Dus het moet iets worden waar je niet over na moet denken. Dus wil je gaan sporten, zet 3 maanden lang 3 keer in de week een kruisje op een vaste tijd. En dan heb je, als je dat braaf gedaan hebt 3 maanden lang, heb je grote kans dat je er daarna
enigszins aan gehecht begint te raken. Dat het wint, dat je voelt, hé, het levert me iets op. Ja. En dan gaat het makkelijker. En dan weet je, wacht, en dan wordt het leuker. Zondagochtend doe ik sport. Ja. Woensdagmiddag... Dus maar wat is het mis met discipline? Waarom zou je niet kunnen zeggen, probeer toch je te zetten via discipline? Dat het kan ook een overwinning energie. 40% van alle calorieën die wij verstoken, die gaan... op aan hersenactiviteit. En die hersenpan die wordt zwaar overbelast. Dus die moet je zoveel mogelijk ontlasten door dingen te doen waar je niet bij na hoeft te denken. Ja. En je gaat er niet meer over nadenken. Je bent er gewoon. Dat merk ik bij vrouwen die bij ons 2 keer in de week trainen. Zijn er altijd. En die denken niet meer bij na. Die weten gewoon, dit is mijn sportmoment. Dat is toch een vreemd advies met een aantal intelligente mensen aan tafel, dat we minder moeten gaan nadenken. Nou, met nadenken kun je jezelf niet zo veranderen. Ik zou zeggen, doe een sport waarbij je niet weg kan blijven omdat de ander je nodig heeft. Ja, ik doe dus 1 keer per week aan klimmen, hè, op de steile wand. Ja. En ik heb regelmatig dat ik denk van... Gertverdamme, ik heb helemaal geen zin. Ik ben moe en helemaal naar naartoe fietsen en door de regen weer terug. Maar ja, mijn partner die staat daar. Ja. En als ik dat touw niet vast hou, kan hij niet klimmen. Dus nou ja, vooruit dan maar. En als ik er ben, vind ik het heerlijk. En dan kom ik terug, oh, helemaal rozig. Dus het is beter om gewoon iets te scheppen waardoor je moet... of waardoor je door andere mensen wordt voortgedreven... dan dat je dat nou puur op wilskracht... Nee, ik begrijp precies wat het is, want ik zou zelf door willen gaan... maar ik word dus door anderen in mijn oor bijvoorbeeld echt gedreven om dit programma. Ik moet er mijn oor houden. Dank jullie voor dit gesprek ook. Dank je wel. En dit is Van Lien Live van maandag 4 januari. Morgen om 10 uur ben ik er weer. Tot dan. Dag.